Terwijl dat voor de meesten hier historie is. Breda Nu. Je weet het meteen. In het Stedelijk Museum werd op donderdag 18 april de tentoonstelling Bevochten Baronie geopend. De tentoonstelling geeft een bijzondere kijk op de bevrijding, dat dit jaar 75 jaar geleden plaatsvond. Bijzonder aan deze tentoonstelling is dat er 7 verschillende musea's uit Breda en omgeving aan deelnamen. De selectie van de voorwerpen en van de foto's die is gemaakt door de 7 deelnemende musea. Dus dat zijn dus verschillende musea uit Breda en omgeving. En ik heb die voorwerpen samengemaakt tot één verhaal, zeg maar. Samen met Pim Monet van het museum Weest op de Hoede in Prinsenbeek hebben wij zeg maar, met het Stedelijk Museum overlegd over deze tentoonstelling. En zeg maar, de voorbereidingen getroffen voor deze dag. En ja, vanuit het Prinsenhaags Museum hebben we een klein aandeel ook in deze tentoonstelling gehad. En heeft het nou veel werk gekost, samenstellen van deze tentoonstelling? Nou, ons niet zozeer, maar de mensen van het Stedelijk Museum hebben natuurlijk wel daar best veel werk aan gehad. Ze moeten al die 7 musea tevreden stellen. Hè. Ze moeten zorgen dat die allemaal goed in beeld komen. Want ja, iedereen wil natuurlijk een prominente plek hebben op deze tentoonstelling. Dus er is best veel werk verzet, ja. Zou je misschien kunnen vertellen wat uw aandeel is geweest aan deze tentoonstelling? Mijn aandeel in de tentoonstelling is dat ik samen met Rini van der Linden de 7 musea begeleid heb, min of meer, in het samenstellen van de expositie. Daarnaast uiteraard mijn eigen verhaal over de mobilisatie hier verteld heb en een aantal items eruit gepikt heb die belangrijk zijn in die mobilisatietijd. Niet zozeer de gevechten, maar het emotionele gebeuren voor een deel van de Nederlandse mannelijke bevolking die in dienst moest en hun vrouwen en kinderen. Wat maakt deze tentoonstelling nou verder zo uniek? Ik denk dat het vooral is ook de samenwerking van de verschillende musea. Ze hebben allemaal iets wat te maken heeft met bevrijding, maar met oorlog, zelfs met de mobilisatie, die periode voor de oorlog. En dit wordt nu voor het eerst wordt dat samengevoegd tot één verhaal. En waarom staan we nu naast dit werk? Nou, dit is wel bijzonder, dit werk. Het Prinsenhaags Museum heeft in het najaar, in oktober, november, december, een tentoonstelling over Jacques van Poppel. Dat zegt jou waarschijnlijk zo niks en de kijker waarschijnlijk ook niet. Maar Jacques van Poppel is een Prinsenhaagse kunstenaar. En die Prinsenhaagse kunstenaar heeft bekendheid gekregen doordat hij heel veel bevrijdingsmonumenten heeft gemaakt. En het beeldje waar we hiernaast staan is een voorstudie van het bevrijdingsbeeld wat nu in Oosterhout staat. En wij vonden dit een mooie afsluiting van deze tentoonstelling, de bevrijding met dit prachtige beeldje. Zou u zich misschien even kunnen voorstellen? Ja, mijn naam is Wadek Salewicz. Ik ben een zoon van een Poolse bevrijder die mijn vader heeft mede Breda mee bevrijd. En wat vindt u van het eindresultaat en wat is uw eerste indruk? Het is heel, heel mooi weergegeven, vanaf de mobilisatie tot het einde van... Ik vind het heel mooi. Het springt er echt uit. Het zijn dingen die je zegt van ja, dat spreekt me wel aan. Met zorg opgebouwd en heel divers ook. En je krijgt toch een hele andere kijk op wat er in de oorlog gebeurd is. Terwijl dat voor de meesten hier historie is. Ja, precies. Breda Nu. Je weet het meteen.